Hij is nog maar 17 jaar oud, maar kruipt wel achter het stuur van een grote bus. Jesse Mulder uit Almere heeft maar één droom en dat is buschauffeur worden. Dat is inderdaad mijn grote droom. Jarenlang met mijn vader meegereden. Bij menig ander collega chauffeur bekend. En dan mag ik het eindelijk straks zelf doen. Wat is er zo mooi aan het rijden in een bus? Ja, het is groot. Het rijdt heerlijk. Je valt op. De mensen in de bus zijn meestal wel vrolijk. En ze kijken toch op je neer. Weet je, het is toch, hoe krijg je zo'n groot ding de bocht om? Als Jesse geslaagd is, hoeft hij niet lang te wachten op werk. Hij kan direct aan de bak. Ja, ik kan gelijk beginnen bij mijn vader. We hebben sinds kort ook een eigen bus aangeschaft. Dus daar mag ik dan mee rond gaan rijden. Dus heb je eigen bus al klaarstaan? Ja, inderdaad. Omdat Jesse als 17-jarige al zijn autorijbewijs heeft, mag hij gaan lessen. Afrijden mag pas op zijn 18e. De dag na zijn 18e verjaardag moet het dus allemaal gebeuren. Zijn rijinstructeur heeft er in ieder geval vertrouwen in. Nou, het is met de paplepel bij hem ingegoten. Hè? Dus even een beetje fine-tunen, zeggen we. Een beetje poetsen. Maar als het goed is. En hij blijft het vasthouden wat hem geleerd wordt, moet het wel goed komen. Ik heb Jesse gezien en als je ziet wat hij allemaal doet met bussen of wat dan ook, dan weet je dat dit een echte diehard is. Dus, Komt er wel. Ja, komt er wel.